Hallo allemaal, hier is mijn reading voor de maand juli 2019 voor jullie. Ik heb twee kaartjes getrokken zoals dat jullie zien uit twee verschillende decks voor de energie van de maand juli voor ons in het algemeen. Ik trok twee hele mooie kaartjes, zoals deze kaart trok ik, zoals dat jullie zien, een heel vrolijke kaart met vlinders en een meisje met bloemen in haar haar. En bij de info staat geschreven: Shoot to the heavens with happiness. Dus schreeuw naar de hemel met blijdschap. Dus het gaat een maand worden waar heel veel energie aanwezig gaat zijn, heel erg veel enthousiasme, vrolijkheid. Het is eigenlijk een energie die heel erg past bij de energie van de zomer. Juli is een prachtige maand van de zomer. En ja, de energie hiervan gaat dus blijkbaar ook wel heel erg vrolijk zijn en vol met enthousiasme zitten. De tweede kaart die ik trok voor de maand juli is een prachtige eenhoornkaart. Die heb ik uit het dek van eenhoorns getrokken. En ook een hele mooie kleuren zoals jullie zien. Heel erg mooie roze, oranje, zachte kleuren. Kleuren die aan vrolijkheid doen denken. En hier bij de info staat geschreven: wedergeboorte. Vind jezelf opnieuw uit. Maak je dromen waar. Breng een nieuwe werkelijkheid tot leven. Dus dat is ook een heel erg ongeveer dezelfde betekenis als die andere kaart. Dat het echt de juiste tijd is, blijkbaar in de maand van juli, om je dromen waar te maken. Om een heel nieuwe start te maken. En ja, gewoon echt voor enthousiasme kiezen. Kiezen voor actie te ondernemen. Voor vrolijkheid. Voor wedergeboorte. Dus het belooft echt een prachtige maand te worden voor ons. Met een hele erg mooie energie voor deze maand. Dus ja, dat was mijn reading voor de maand juli voor jullie. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. En ja, heel erg veel liefs van mij.